Dames en heren, goedemiddag. Dit is de 89ste aflevering van Licht op Leiden. En het is vandaag 20 maart en u weet natuurlijk dat de lente begint. In deze sombere tijden hebben we toch behoefte aan het licht van de lente en het fijne weer. Frank is mijn gast, Frank de Wit. Dat is een bevlogen onderwijsman die naar Alphen ging en maar het hart in Leiden bleef houden. Frank, hartelijk welkom op deze 20ste maart. Jij bent in Leiden een bekend gezicht, niet alleen vanuit het onderwijs en door je werk in het onderwijs, maar ook door je periode in de politiek in Leiden. We willen het daarover hebben vandaag. Dankjewel voor je komst alvast. En ik wil graag beginnen met de geëikte beginvraag. En dat is, waar kom je vandaan? Wie zijn je ouders? Hoe zit het in elkaar met jou van vroeger? Nou, dat gaan we doen. Fijn dat ik hier met jou in gesprek mag zijn, Rens. We kennen elkaar al langer. Ja. En het is inderdaad een beetje een bijzondere dag, maar er hangt lente in de lucht. Ja. Ik ben getogen in Breda. Ik kom uit een katholiek milieu. Ik heb twee broers. Mijn ouders waren wat jong. Mijn vader was calculator bij een bouwbedrijf. Mijn moeder was moeder, werd maatschappelijk werker. Dus daar ben ik getogen. In Arnhem geboren, maar toen ik 1 was, ben ik wel naar Breda gegaan. Ja. En dat was een katholieke context, met een katholieke voetbalvereniging, een katholiek kerkkoor. En we hebben alles gedaan wat hoorde in die katholieke context. Ja, met veel overtuiging ook? Met veel overtuiging, maar wel parallel met de ontwikkeling dat katholicisme steeds minder belangrijk werd, ja. Ook in Brabant. Dus die ontzuiling, die liep eigenlijk ook in die periode door. Laat ik de vraag maar meteen stellen. Dan maken we even een sprongetje naar nu. Zit het geloof er nog in? Nou, bij jou? Ik denk wel een aantal van die onderliggende waarden. Ja. Ik denk wel ook, soms misschien wel Rens het gemis aan rituelen. Ja. Maar toen ik zo 20 was, toen heb ik toch ook wel afstand genomen van die katholieke kerk. Ja. Omdat ik toen ook wel echt wel vond dat ik me daar toch niet in alles mee kon vereenzelvigen. Ja, nee, ik deel dat wel met je. Maar het blijft in je... In je opvoeding zitten, ja, in je lijf zitten. Ja, hè? Ja. Zeker. Jij was enig kind? Nee, ik heb twee broers. Ja. Ik was de middelste van de jongens. En wij, Walter en Bartje, daar zijn de broers. Ja. Ik ben de middelste. Je hebt jezelf net even gemist met het babyface, maar die zat er ook in. Ja, ik zag hem. Ja. Dit is Frank op heel jonge leeftijd. En die tweede was met je broers, hè? Jazeker. Ja. Je ziet Bartje, ja. Die is directeur in het hoger onderwijs in Brabant. Ja. En je ziet Walter, die werkt ook in het onderwijs bij Oberon in Utrecht. En, ja. Samen voetbalden wij. Hebben we een hele fijne tijd gehad als kinderen en we zien elkaar gelukkig nu nog steeds. De volgende foto gaat over die katholieke achtergrond van je. Kijk, hier word je gevormd, denk ik. Ja, en de bisschop zit in de stoel. Ja. De pastoor Rens zit ernaast en mijn ouders die staan mij bij. Dit heet vormen in de katholieke kerk. Ja. Als je ongeveer die leeftijd hebt, dan is het eigenlijk de tijdstip waarop je definitief toezegt om de katholieke kerk te blijven. Ja, zo is het. Mooie rituele broek. Ja, mooie nieuwe kleren altijd. Hè? Mooie nieuwe kleren, zelf uitgekozen. Ja, ja. Dus ja, dat maakt deel uit van die context. Wat deed je in je vrije tijd? Veel muziek, veel voetballen, veel met buurtkinderen het eigenlijk heel fijn hebben. Ja. Ik heb een fijne jeugd gehad. Het was een fijne plek om op te groeien. Daar ben je tevreden over? Ja, zeker. Hoe was het op school? School was ook katholiek. Ja. Zowel de basisschool als de middelbare school. Het Onze Lieve Vrouwen Lyceum. Een school waar ik nu vanuit mijn werk, wat ik nu ook nog een keer ben geweest. Ja. De bestuurder daar, die ken ik graag. En het was ook een fijne tijd. Een tijd waarin ik het VWO deed op de middelbare school. Waarin... Nou ja, je bent er ook aan het zoeken wie je bent. En daar was alle ruimte voor op die school. Dus ik heb daar een goede tijd gehad. Goed. Hier begon je al te praten. Ja, dat is nooit weggegaan, hè, dat praat. Ja, ik denk dat er zo een paar keer per jaar een fotograaf binnenkwam. Ja. En er werden dit soort plaatjes geschoten, Rens. En we hadden het net over je vrije tijdsbesteding. Ik heb wat foto's van vroeger. Kijk, hier. Oh, hier is dit nog. Dit is nog de school, hè? Ja. De beroemde schoolfoto, denk ik. Ja. Op de lagere school in jouw tijd nog? Zeker, we zitten in de jaren 70. Ja. En dat kan je ook zien, hè? Welke leeftijd mag ik noteren voor meneer de Wit? Toen
Hier? Nee, ja, hier, maar nu? Nu 53, ik ben geboren in 68. Oké. Okay. Oh ja. Nog de volgende foto, ben je aan het zwemmen? Een hele mooie kopie, hè? Ja, het is een wat oudere foto. Ja. Ik zwom veel. Ik zat bij de reddingsbrigade. Ja. Dat vond ik fijn om te doen. Ja. En dat klopt. Ja. Ja. En voetballen natuurlijk? Zeker, bij de katholieke club. Ik ben de aanvoerder daar met die aanvoerdersband. En welke club is dat? Dit is de Baronie. Ja, de Baronie van Breda natuurlijk. Ja. Ik moet erbij zeggen, Rens, ik heb mijn zoon voetbalt graag. En ik heb altijd tegen hem gezegd, ik ben blij dat je niet het talent van je vader hebt. Ja. Dus mijn broers konden beter, voetbalde veel en graag. En later ook hier in Leiden in de zaal veel gevoetbald. Ja. Dus dat deed je toen met elkaar. Leuke tijd. En ik heb er nog één van die periode. En dat is dat Frank op de fiets gaat. Kijk. Ja, de stoere jonge man, hè. In Duitsland is dit? Ik denk dat dit Luxemburg is. Luxemburg. Dan waren we van die puberjongens en dan fietsten we samen naartoe. Ja. Dan hadden we denk ik plezier. Ja. Dat deed je toen in New York zo. Als je terugdenkt aan die periode, thuis, school, voortgezet onderwijs, mm-hmm. Wat wilde Frank worden? Dat is een goeie. Dat weet ik echt niet, Rens. Het was zoekende. Zoekende naar wie je bent en wat je graag wilde. Ik vond alles leuk. Ik denk wel dat ik wel iets creatiefs wilde doen. Dan wel met muziek, wel architect. Een beetje in die hoek zo. Ja. Maar vaag. Ja, zeker. En toen ging je toch studeren. Ja. En wat werd het dan? Toen ben ik bestuurskunde gaan doen in Leiden. Ja. Toen ben ik terechtgekomen in het aan de Vrouwenweg. Ja. In het klooster. En ik ben jaren later bestuurder geworden. Maar dat bestuurskunde toen erin, dat vond ik helemaal niks. Dus ik heb dat een aantal jaren... Dus een beetje een soort zijscheut, tussenscheuten met rechten ook en zo, hè, toch? Ja, maar toch ook wel een beetje bezig met de overheid, met de politiek. Ja. Je bent er niet alleen om geld te verdienen, dus dat bedrijfskunde, dat vond ik helemaal niks. Je bent er ook wel voor elkaar. Ja. Heb je dat afgemaakt? Nee. En toen? Toen ben ik maatschappelijk werker geworden. Ja. Toen ben ik de opleiding maatschappelijk werker gaan doen. En al de jaren daarna... ben ik elk jaar weer wat anders gaan doen, hè? Met het blijven leren. Maar nee, ik ben maatschappelijk werker. Dat is je echte afgeronde opleiding geweest? Ja. Ja, helemaal gek is het dan niet als je dan later in het onderwijs terechtkomt, want er is wel enig verband tussen het een en het ander. En ik denk ook, Rens, dat die achtergrond en dat katholicisme, je bent er niet alleen voor jezelf, je bent er ook een beetje voor de ander. En dat heeft daar denk ik toch ook wel een rol in gespeeld. Ja, ja. Dat was je studententijd in Leiden. Ben je al die tijd in Leiden blijven studeren? Of wonen, moet ik zeggen? Zeker. Dus vanaf dat moment woon je in Leiden? Ja, ik denk nu zo'n 35 jaar. Nooit meer weg geweest? Nooit meer weg geweest en dat is ook helemaal goed. Dat is goed, oké. Okay. Ja. Hier heb je ook je liefde gevonden. Ja. Wat is dit nog? Nou, dat is niet mijn liefde. Nee? Dat is wel mijn vriend Frans Willem. Ja. Die ik nu nog veel tref. Ja, dat is een jeugdfoto uit die periode. Ja. Ja. Is dit al bij je studie? Nee, daarvoor? Dat is nog daarvoor. Nee. En het zijn mensen die ik nu nog tref. Dit is denk ik wel een man met lange haren, een paardenstaart die in een bootje vaart. Ja. Ja, ik denk dat ik hier wel zo begin 20 ben zo. Ja. En ik had het over je liefde en die staat op de volgende foto volgens mij. Oh, die heb je ook. Dit is mijn geliefde. Dat is Anita. Anita. En van wanneer is deze foto recent? Nou... Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Niet, in ieder geval niet heel erg oud. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? In dat klooster. Ja. Oh, in het klooster, ja. Dus wij kennen elkaar nu ook zo'n, zo'n 30 jaar. Moet ik een beetje opletten nu wat ik zeg. Ja. Ik hoop dat je de dag ook nog weet en zo. We zijn op 1 april getrouwd, Rins. Ja. Dat was toen de tijd ook, dat wilde niemand geloven, omdat het 1 april was. Ja. Nee, 30 jaar dezelfde geliefde en we hebben het fijn samen. Zij is sinoloog. Zij werkt in de... veel in Azië namens de haven van Rotterdam. En we hebben samen 2 kinderen gekregen, Anne en Gijs. En die zijn inmiddels de deur uit. En dat hebben wij samen zo in Leiden. Hoe oud zijn die inmiddels? Anne is 24 en Gijs is 21 jaar. Gaan die een beetje in de sporen van hun vader als het over het onderwijs gaat of niet? Nou, Gijs misschien wel. Anne wellicht ook, dat gaan we zien. Ja, ik ben benieuwd. Op zeker moment ben je klaar met studeren en moet er gewerkt worden.
Ja, ik ben eigenlijk gelijk ook gaan werken als maatschappelijk werker. Ja. S'avonds deed ik die opleiding in het Haagse. Ja. Na een aantal jaren ben ik gelukkig in Leiden gekomen, ook met het werken. Toen zijn we daar ook al weer tegengekomen. Ja. Ik heb ook wel een beetje gemerkt dat in dat werkende leven van mij, dat ik jou ook al een aantal keren ben tegengekomen. Ja, dus dat klopt. Ja. Nog op verschillende plekken ook nog. Ja, en dat was eigenlijk al redelijk snel, hè, bij de Witte Poort, op het Pieterskerkhof. Opvangplek. Was dat jouw eerste werkplek? Nee, dat was bij Bureau Halt in Den Haag. Ja. Daar was ik eerst uitvoerend, daarna beleidsmedewerker. Daar heb ik echt leren werken. Dan zaten we op de Laan van Meerdervoort. Moeilijke jongeren uit de Schilderswijk. Ja. Daar heb ik het werken geleerd. Ja. Met veel plezier. En toen naar de Witte Poort in Leiden? Ja. En dat was eigenlijk vergelijkbaar met, qua bevolking, zeg maar. Niet de makkelijkste jeugd, om het maar zo te zeggen. Nee, maar des te belangrijker dat je daarmee mag werken. Ja. En hoe moeilijker jongeren of leerlingen het vinden om te leren, hoe belangrijker het is om daar je energie in te steken. En toen heb ik ook wel de stad Leiden nog beter leren kennen. Ja. Wat er gebeurde was dat de leerlingen het moeilijk hadden op hun school. Die kwamen daar terecht. Dat was wat maatschappelijk werk, was wat extra ondersteuning, wat structuur. En als het ook daar niet goed ging, dan ging je daarop af. Dan ging je daar naartoe. Ja. Dus ik heb toen de stad nog beter leren kennen. Ja. Op al die plekken waar die jongens woonden ook. Ja. 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 Waren er veel meisjes bij toen ook? Ja, ik denk een beetje de helft. Ja. Ja. En toen? Nou, toen heb ik dat een aantal jaren gedaan. Toen parallel daarin kregen we onze kinderen. En toen ben ik in die context in het samenwerkingsverband. Nu heet dat passend onderwijs. Nu heet het nog VO en SVO. Ja. Een samenwerkingsverband van alle scholen om ervoor te zorgen dat we met elkaar een aanbod hadden voor de kinderen die het wat moeilijker hadden om dat goed te organiseren. Er was natuurlijk een periode geweest waarin het ondenkbaar was dat scholen gingen samenwerken. Ja. En dat werd een beetje afgedwongen door de wet die er toen kwam. Ja. Maar het is op zich eigenlijk een goed verschijnsel geweest dat die dwang er was om die scholen te gaan laten samenwerken. Zeker. Je hebt met elkaar een zorgplicht. Ja. Ik was daar eerst de coördinator en toen werd ik de directeur. Er zijn een aantal scholen in Leiden die als het ware bovenschools werken. Ja. Het praktijkonderwijs, de oude VSO LOM die jij kent ook vanuit je werk. Ja. Ja, dus daar... daar was je dan met een andere directeur van. Van dat samenwerkingsverband. Vond ik fijn ook weer om te mogen doen. Ja. Dus, veel overleg? Veel overleg. Veel aan de ene kant structuren regelen. Veel ook met alle ondersteuners op al die scholen ervoor zorgen dat het goed ging. En, als je, ik realiseer me nu dat ik deze vraag eigenlijk toch wil stellen. Ja. Als je jouw onderwijs... loopbaan bekijkt en ook naar nu toe, zeg maar, daar komen we straks nog op, maar dan ben jij eigenlijk veel voor de klas geweest? Nee. Nee, hè? Nee. De achter, de boven. Ja. Echt de voor niet, nee. Nee. Heb je dat wel eens willen doen? Nou ja, het is een beetje gelopen zoals het is gelopen. Ja. Er zijn mensen in het onderwijs die zeggen, je hebt geen krijt aan je jasje. Ja. Nou, ik heb daar geen last van. Nee. Ik heb alle plekken heel goed kunnen bekijken. Ja. Ik denk ook dat het niet waar is overigens, maar ik denk dat je heel goed onderwijsbestuurder kunt zijn zonder dat je les kunt geven of moet geven. Het is geen, vroeger was het een voorwaarde, hè? Zeker. Ja. Je mocht niet eens rector worden als je niet ook... voor de klas had gestaan. Ja, Duits of Frans of wat dan ook had gedaan. Ja. Nou goed, je zit dus toch in een beetje een speciaal segment van het onderwijs, hè? Daar. De zorg voor leerlingen die dat zwaarder nodig hebben dan de reguliere zorg in het onderwijs. Heb je dat fijn gevonden? Heerlijk. Ja. Ik heb ervan genoten. Ja. Ook omdat ik nu nog steeds weet en ervaar hoe belangrijk die fase is van de middelbare schooltijd. Ja. Juist voor hen die dat moeilijk vinden en juist voor hen die dat wat lastiger vinden. Dus ik vind eigenlijk dat je daar nog meer effort en nog meer... tijd in dient te steken dan voor degenen die heel makkelijk kunnen leren. Ja. En dan ineens is daar voor de kijkers en kenners van Frank de Wit het fenomeen politiek. Hij gaat de politiek in. Was dat bijzonder op dat moment ineens? Kijk, daar is de statiefoto van de wethouder, zou ik bijna zeggen. Dat is toch wat kilo lichter ook. Ja, dat klopt wel. Het hoofd is wat anders. Maar Frank, hoe ging dat? Ik weet niet zo goed. Ik was actief in D66. Ja? Ik was hier de afdelingsvoorzitter. Ja.
Ik was ook inwoner en ik stoorde me ook wel aan wat er gebeurde in die raadzaal. En dat was een situatie dat ik, toen ik voorzitter was, dat mijn club D66 naar 10 zetels ging. Ja. En we hebben daar met Paul Vermeenen over gesproken. En er waren eigenlijk, nou ja, Robert Strijk, die Leiden goed kende. Dan toch ook wel economie, financiën. En ik vanuit mijn onderwijsachtergrond toch ook heel veel mensen kende uit de stad. Ja. En toen zijn we met z'n tweeën wethouder geworden in dat college in 2010. Ja. Dus het leek onverwacht, misschien voor jou, Rens, maar ja, dat is wat er toen gebeurde. En hoe vond je dat wethouderschap? Nou, hoe heb je dat ervaren? En het is eigenlijk wel op iedere nieuwe plek. En toevallig heb ik daar gisteren nog met Pieter van Diepen over gesproken, die mij toen hielp. Ik heb in die eerste paar maanden echt wel moeten zoeken hoe je effectief kan zijn. Ja. En wat het nou betekent om een goede bestuurder te zijn. Ik vond zelf ook dat de politiek in de gemeenteraad, hè, je hebt toch heel veel toezichthouders als het ware die toezien op dat bestuur. Ja, je moet dit ook een beetje je weg in zien te vinden, ook ambtelijk. Maar het feit dat je bestuurder mag zijn van zo'n mooie stad, ja, dat vond ik heel erg mooi en fijn om te mogen doen. Dus dat heb ik 6 jaar gedaan. Is het lastig om, zeg maar, de ambtenaren aan je te binden? Want ze moeten jou wel willen helpen ook natuurlijk, hè? Ja, nog sterker. Ik vind dat die verbinding echt nodig is. Ja. Als je dat niet hebt, dat kan niet, hè? Dan gebeurt er ook niks. En het is niet zozeer lastig, denk ik, maar het kost allemaal tijd. Ja. Dus om effectief te zijn, om ook de agenda uit te willen voeren voor de stad die je wilt, ja, dan heb je die verbinding nodig. Dus dan moet je ook in investeren. Ik vind dat er eigenlijk het ambtelijk apparaat in Leiden heel erg sterk en goed is. Ja. Ik vind ook dat de informatievoorsprong, Rens, die ze hebben op bestuurders groot is. Dus ik vind ook dat je daar als het ware samen op moet trekken. Ja. Vind je dat dat gelukt is in jouw geval? Ja. 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 Daar kijk je met tevredenheid op terug? Jazeker. In jouw portefeuille zat sport en onderwijs en verkeer, denk ik ook, hè? Nee, verkeer deed toen Robert. Ik had wel de openbare ruimte. Oh, dat, ik had wel de duurzaamheid, dus alles wat er gebeurde met het Single Park bijvoorbeeld, dat is wat er vanuit die portefeuille toen gebeurde vanaf 2010. Ja, ik herinner mij, je weet dat ik een beetje actief ben geweest bij Oud-Leiden. Ja. En bij Oud-Leiden is een beetje, dat is in jouw periode gebeurd, het gedoe rondom de Morspoort ontstaan. Mm. Ik noem dat graag omdat wij hebben voorgenomen bij Oud-Leiden om dat altijd nog een keer te zeggen als het uitkomt. Dus dat zeg ik nog eventjes. Ja, volkomen gelijk, Rick. Ja. Volkomen gelijk. Dat is een misser geweest. Maar je hebt ook hele goede herinneringen, denk ik. Een van die goede herinneringen is dat jij ook aan de wieg hebt gestaan van wat je net al noemde, het Single Park. Daar heb ik een filmpje van, dat wil ik even laten zien. Wat leuk. Het wordt een soort Central Park waar al de inwoners en mensen uit de stad, maar ook van buiten de stad, kunnen recreëren, varen en een ding kunnen doen. Dus het wordt een prachtig lang park. Het langste park is een verbinding van alle groene elementen, parken die er nu al zijn. We hebben hele bijzondere plekken. Soms is het een begraafplek, soms is het de hortus, soms is het een museum. Maar daarnaast kunnen we straks ook om de singels varen. We kunnen een rondje om onze prachtige binnenstad varen en dat is een belevenis op zich. Het is natuurlijk prachtig als de singelroute echt gerealiseerd kan worden, zowel over land als over water. Het zal nog een flinke klus worden. Maar het is prachtig als we dat voor elkaar krijgen met z'n allen. Ja, het langste park van Nederland. We hebben natuurlijk ook gewoon de grootste verdedigingsgordel. Want dat is het eigenlijk, die singelring. Ik denk niet alleen van Nederland. Ik denk van heel veel West-Europa. Dus ik denk dat we iets bijzonders in huis hebben. En dit geeft daaraan een heel bijzonder cachet. Goede nadruk. En tegelijkertijd een betekenis voor de mensen die eromheen wonen. En wat vindt u van de plannen die vandaag gepresenteerd zijn? Fantastisch. Ik denk dat het essentieel is dat dit op een zo hoog mogelijk ambitieniveau gerealiseerd gaat worden. En ik denk dat op het moment dat we daarin slagen, dat we een soort Leiden van voor en van na het Single Park hebben. Als wij het langste park van Nederland in Leiden willen krijgen, dan kunnen wij dat als gemeente niet alleen. Daar hebben we alle partners die er nu zijn en die al een plek hebben aan die singelrand hebben we nodig. Wij moeten dat doen met de universiteit, met bewoners, met speeltuinverenigingen, met begraafplekken, met al die partners willen we dit plan gaan realiseren.
Ja, Frank. Dit was het, een filmpje over het stadspark. Lang geleden. Ja, en ja. Dat is 11 jaar geleden. En ja. Daar komen dus nu eigenlijk de heel concrete voorbeelden van. En de uitvoering daarvan manifesteert zich steeds meer. Maar het is ook een mooi voorbeeld van hoe lang een proces kan zijn voordat het tot resultaten leidt. Ja, het stadspark heeft vele vaders, denk ik. Jij bent er ook een van geweest. Multivaderschap, zeg ik altijd maar. Ja, dit zo geval. Is het trends. Ja, ik heb nog wel een vraag over die wethouder onderwijs. Je komt uit het onderwijs, dan word je wethouder onderwijs. Daar moet je ook dealen en praten en je moet onderhandelen met mensen uit het onderwijs die je allemaal gekend hebt. Is dat lastig? Nee, ik vond het fijn. Ik vond het fijn dat ik de taal kende, ik wist waar het over ging. En B, dat ik de mensen al goed kende. Leiden heeft de mazzel dat we PO, VO, MBO, HBO en universiteit hebben. Dus ik wilde eigenlijk 2 dingen doen. Ik wilde eigenlijk dat er veel meer geïnvesteerd moest worden in die onderwijsgebouwen. Ja. Dat is eigenlijk wel gelukt. Daar ben ik heel blij mee. En het tweede was dat die verbinding tussen al die mensen en al die scholen, ja, dat we in een soort programma voor kennisstad, dat we dat moesten verenigen. Het kost allemaal veel tijd, Rens. Maar als ik dat nu zie, ja, dan ben ik eigenlijk wel tevreden mee. Dus ik vond het fijn om juist vanuit onderwijs dat te mogen doen. Ja. Wat is je leukste herinnering, mooiste herinnering? Uit die periode. Ja. Waar je een beetje trots op bent misschien ook? Nou ja, waar je trots op bent. Ik vind, kijk, andere mensen mogen zeg maar mogen iets vinden wat ik heb gedaan. Ja. Nou ja, waar je met genoeg op terugkijkt. Was het ook een zekere bescheidenheid, hè? Dat is ook goed. Een soort gepassioneerde nederigheid mag je hebben. Ja. Ik vond het een... Het belangrijkste vond ik dat de periode voor 2010 was het dusdanig, het politiek klimaat dusdanig, dat het voortdurend ging over colleges die vielen, wethouders die weg moesten. En we hebben een soort van continuïteit en rust gebracht. En dat is belangrijk, want anders kan je geen besluiten nemen. Dus ik vind dat vanaf 2010 er veel meer en daardoor ook betere besluiten worden genomen. Ja. En daar heb ik mijn steentje aan bijgedragen. Ja. Ik heb nog een foto uit die periode met Connie. Uit het werk. Ik weet niet precies wat hier gebeurt, maar dit was er zo één. Dit is de core business van de wethouder, zal ik maar zeggen. Planten aanbieden bij gelegenheden. Het is andersom. Ik krijg hem van Connie. Je krijgt hem? Connie, je was vrienden van het Singelpark. Okay. En Connie zegt, beste wethouder... Jij krijgt hem in dit geval. Ja. Oh, mooi. Ja. En ik heb er nog een met een wethouders... Dit is ook core business, de koningin ontvangen. Maar die bloemen kreeg ik niet. Nee, die kreeg je niet. Die had jij gegeven of een kindje? Ja, dat denk ik. Bij welke gelegenheid was dit? Ja, we zitten in het kinderrecht. Oh. Kinderrechten top in de Pieters, in de Hooglandse kerk. Hooglandse kerk, ja. Ja. En als wethouder moest je soms natuurlijk de burgemeester waarnemen. En de anekdote is, Rens, ik moest me keurig van het chefkabinet aan de zijkant van de Hooglandse kerk opstellen. Ja. En ik liep natuurlijk te rennen met al mijn overleggen. Ja. Ik was echt op tijd. Maar wat gebeurde vervolgens? Ze stonden aan de andere kant van de Hooglandse kerkgracht. Stonden natuurlijk 100 mensen te wachten op die burgemeester. Ja. Dus ik stond aan de verkeerde kant, Rens. Dat is nog wel goed gekomen met de koningin. Zeker. Ze heeft mij nooit meer verwerkt. Nooit meer. Heel goed. Frank, we zitten op 20 maart. De verkiezingen zijn voorbij. Dus mijn laatste vraag over politiek. De verkiezingen zijn voorbij. We doen net even alsof het nog voor de verkiezingen is. En dat is het ook eigenlijk, want dit is een opname. Dat zeggen we nooit, maar nu. Wat is je voorspelling? Kort en krachtig. Ik denk dat D66 en GroenLinks de grootste partijen in de stad blijven. En Leiden is eigenlijk, Rens, een conservatieve linkse stad. Ja. En dat zullen we straks ook weer zien. Ja. En wat gaat die studentenpartij betekenen? Ja, de studentenpartij worden geholpen door Pieter van Woensel. Ja, dat zag ik, toen in die periode. We gaan meemaken, Rens. We zullen het zien. Ik denk niet dat ze heel erg groot zullen worden in de stad. Maar wel weer winst voor D66 of grootste partij? Nou, we zien eigenlijk al jaren dat 1 op de 4 of 1 op de 5 mensen in Leiden op D66 stemt. Ja. En dat zullen we nu ook weer gaan zien. Ik ben benieuwd of wij vandaag weten of je vandaag gelijk hebt. Ja. En dan net zo plotseling als je, ogenschijnlijk plotseling, de politiek ingaat, ga je toch weer terug naar het oude vak, het onderwijs. Ja.
Je bent nu bestuurder in Alphen aan de Rijn. Mm-hmm. Kijk, dit is nog een oude foto van toen, hè? Ja, dit is jeugdsentiment met Robert. Die in de politiek of het bestuur is gebleven. Ja. Jij bent er uitgestapt. Ja. En je bent naar Alphen aan de Rijn gegaan voor je werk. Maar wel trouw in Leiden blijven wonen. Hier komen we straks nog op. Dit is nog een speciaal segment. Maar hoe bevalt het je in Alphen aan de Rijn? Goed. Ja? Ik vind het fijn om te mogen doen. Ja. Ik ben bestuurder in het voortgezet onderwijs. 2 scholen. Daarnaast zit ik in het landelijk bestuur van de VO-raad. Dus ik heb het daar druk mee eens. Maar het is fijn om te mogen doen. Ja. Wordt dat werk wat je landelijk doet, wordt dat in tijd een beetje gecompenseerd? Of doe je dat er echt gewoon bij? Ja, dat doe ik erbij. En ik moet zeggen dat in deze tijd met corona, met voortdurende wisselende richtlijnen en voorwaarden vanuit het ministerie, is dat wel heel druk. Ja. Maar goed, daar komt weer wat rust in en dan zal het weer wat beter gaan. Ja. Doe je nog andere dingen erbij? Ik heb mijn clubjes. Eten, wandelen, fietsen. Ja. En ik probeer ook met mijn gezinnen, met mijn kinderen, probeer ik tijd in te besteden. En als er nog zaken zijn die ik voor Leiden zou kunnen doen de komende jaren, dan sta ik daarvoor open. Ja, duidelijk. En je blijft hier natuurlijk, hè? Ja, ik geniet van de stad. Ik geniet ervan om hier te wonen. Ja. Ik vind het eigenlijk gewoon een heerlijke stad. Ja. Ja, en daar heb je natuurlijk gelijk in, hè? Dat zal duidelijk zijn dat ik je daar volledig gelijk in heb. Ik heb nog een paar foto's van een hele speciale voorliefde, hobby van je. Ik ben benieuwd. Dit is al een jeugdfoto waar je met een... Ja, dit lijkt een... Weet je het? Een luid. Weet je het? Is het een luid? Of is het een balalaika? Dit is een mandoline. Mandoline. Zo heb ik er vele. En gitaren en banjo's. Dus in die tijd en ook daarna snaarinstrumenten. Ja. Nog een foto. Even er doorheen. Daar komt hij. Klimmen der jaren. En dan hebben we er nog één. Dit vind ik wel zo'n prachtige foto. Ja. Dit is niet een mandolineorkest, want die had je vroeger wel. Maar... Deze meneer was de begeleider van Toon Herman. Van Oest? Die heet Benny Ludeman. Oh, die. Oké. Okay. Die hielp ons. En deze meneer met het lange haar. Ja. Dat is meneer De Wit. De meneer De Wit. En jij speelt daar de mandoline? Zeker. Hoe heet dit orkest? Dit heet Estrelita. En dat bestaat nog? Ja, bestaat nog, maar dit is ook wel... En wanneer was dit? Een beetje een jeugdzong. Nou, waar? In Breda? Ja, in Brabant. Oh. En zulke orkesten kennen wij toch niet? Een beetje het KAG, hè? Ja. Maar dan in Brabant. Maar dan in Brabant. Ja, en dit heb ik zelf ook nog wel herinneringen aan. Want wat schetst onze verbazing dat de wethouder van Leiden... Volgens mij was je toen nog wethouder. Ja, toen kwamen we elkaar tegen. Ja, en bereid was om in de optocht op 3 oktober... de rol van een van de bandleden van KISS te spelen. Maar allemaal een beetje vermomd, hè? Allemaal verstopt. Ja, maar... Niet de bedoeling dat mensen die zouden herkennen. Dit is een mooie herinnering, hè? Nou, het is echt een Leidse herinnering met je muziek erbij. Het is gewoon fijn dat je met 3 oktober ook gewoon geniet van het mooie feest. Ja. En dat we dat met elkaar mogen doen. Oké. Okay. Frank, ik dank je voor je gesprek van vandaag en voor je komst. Ik vond het leuk om je weer eens te spreken. Volgende week, dames en heren, zit hier... Ton Kolbeck, en dan heeft hij als gast Elisabeth Ganteres, die is oogarts in Al Reine ziekenhuis. Dank u wel voor het kijken, tot volgende week.